Vriendenloterij. Maatschappelijk partner Eredivisie. Goedenavond, van harte welkom. Studio Voetbal. Waar gaan we het onder meer over hebben? Over de moeizame race van Ajax naar de vierde opeenvolgende titel. En over de knalharde strijd om plek 2 Champions League voetbal. En over keepers en scheidsrechters. En keepers en scheidsrechters. En keepers. Schaatsen. Ik reed hier naartoe, Jack. Ik hoorde iemand op de radio zo uit zijn bol gaan. We zijn namelijk wereldkampioen geworden op het grootste nummer van het short track, de estafette. En ik geloof dat die hele goede Shinky, die won dus op het laatste moment. Ik viel dat beeld zo graag even bij het geluid horen wat ik bij Emmeloord hoorde. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Ja. Nu zakt Nederland zelfs naar 3. Maar Knecht gaat wurmen. Knecht gaat er langs. En gaat zelfs een duw uitdelen. En hangt tegen de Koreaan aan. Als ze gaan sprinten zo meteen. Om de zegen. Knecht in de laatste ronde. Hij ligt op 3. En hij hapt naar adem. En het wordt helemaal niks. Wat wordt het nou eigenlijk? Shinky Knecht pakt de wereldtitel! Het wordt helemaal niks en hij pakt het oude commentaar van Dick van Nijmegen. Een soort held van mij. Shinky Knecht. Shinky. Ja. Maar waar wilde je serieus mee aftrappen of wilde je hier ook gewoon... Nou, ik wou ook nog wel even zeggen dat... Kijk, Guus Hiddink van het Guus Hiddink effect. Ja. Die zegt zelf dat het Guus Hiddink effect niet bestaat. Maar na 7 wedstrijden met het zogenaamde Guus Hiddink effect... en dat ze er 7 keer winnen. Ik heb een onderzoek laten plegen. Het bestaat dus niet, maar ik zou het toch toepassen. Jij niet? Zeker. Ja. Het werkt, ja. Ja, op de een of andere manier is dit... Nou, het middenveld staat een beetje anders. Hè? Het middenveld staat dat anders. Dat geldt erg veel. Frank de Boer, van harte welkom. De andere gasten kent u geregeld hier aan tafel. Pierre, Co en Jan Mulder. Frank, NAC Ajax. Heb je het verwerkt? Nee, nog niet. Want het is nog vrij vers natuurlijk allemaal. Gaat er mis? Ja, we zitten niet in... in de juiste flow op dit moment. Dus als je ziet dat we... Ja, we hebben wel de bal, maar het is net niet dat, ja, dat sprietsige, dat frisse... Dat ontbreekt eraan, vind ik. En hoe probeer je dat te doorbreken dan? Ja, door jongens vertrouwen te geven, door daarop te trainen... en door proberen veel meer de bal te laten gaan. En dat vond ik vandaag veel te weinig. Komende dagen paintballen, vissen... Nee, gewoon zoals normaal. Maar ik hoorde je er vanmiddag echt aan ergeren, hè, Frank, in een interview. Het gaat te traag. Ja, kijk, wil je, kijk, ik heb van tevoren hebben gezegd... Oké, je moet niet in het tempo van NAC gaan spelen, want dat vinden ze lekker. Je moet juist een hoger tempo genereren dat zij gewend zijn. Ook in trainingen wat zij gewend zijn. Normaal gesproken is de kwaliteitsverschil tussen... Ajax en NAC moet gewoon groter zijn. Nou, wil je dat verschil duidelijk maken in de wedstrijd, dan zal je dus een hoger tempo moeten laten zien. Nou, dat hebben we heel af en toe, dan zie je dat wel. En dan zie je ook meteen dat er gevaren komen. Maar dat hebben we gewoon veel zwaar gedaan. De passing is dus niet strak en hard genoeg. Ik bedoel, ik begrijp dan niet dat ze het bevel van de trainer niet opvolgen, een team. Dus ja, maar het is niet zo, maar dat ze het dan een kneep? Dat ze het niet willen doen, maar op een of andere manier, op dit moment, ja, ze zit het niet in het team op dit moment. En ja, of dat komt omdat je tegen NAC speelt of tegen Cambuur speelt. Maar als je dus met, ik weet zeker, als we met 1-0 achter hadden gekomen, dat je dan wel de dingen ziet die je graag wilt zien. Omdat je dan opeens een gebeurtenis in een wedstrijd is, dat je dan wel voor... net die 110% gaat in plaats van nu, voor mijn gevoel, is het dan 90%. Dus voor mijn gevoel geven ze wel alles, maar ja, wil je verschil maken, dan moet je altijd net iets meer geven. Of Co, is dit elftal niet goed genoeg? Nou, dit elftal is wel goed genoeg, want dat blijkt uit de stand. Hè. Dat is daar natuurlijk ver voor, over een heel seizoen gemeten. Frank heeft het over tempo in een wedstrijd. Je kan zelf tempo maken als je zelf aan de bal bent. Nou, dat heb ik niet gezien. Straks misschien een paar voorbeelden daarvan. De opbouw.
Maar je kan vooral tempo maken door NAC bij de opbouw heel vroeg te storen. Zoals Ajax tegen Barcelona heel erg goed heeft gedaan thuis. Nou, daar zitten natuurlijk enorme verschillen. Zullen we eens gaan kijken, want ja. Je hebt wat beelden uitgezocht. Eerst eventjes dus van vanmiddag tegen NAC. Nou, je ziet hier dat Siktorsson in zijn eentje tegen drie spelers van NAC moet storen. Schöne is daar al weg, die gaat met de linksback mee. Dus ze hebben nu alle tijd en ruimte. Het is de tweede minuut. Als je, ik weet niet welke opdracht Frank gegeven heeft waar vastgezet moet worden. Maar je ziet straks het verschil met de wedstrijd tegen Barcelona. Moet je kijken wat een ruimte ze krijgen in het begin. Wat is jouw opdracht geweest, Frank? Ja, maar kijk, normaal zeg ik, stop het beeld. Dat kan niet. Maar kijk eens, het gaat altijd om de tegenstander. Kijk eens, een Barcelona wil opbouwen. Dus die zal een middenveld inspelen. Maar NAC, die zit helemaal niet te wachten dat wij... we kunnen wel gaan storen, maar dan geven ze toch die bal lang. Dus ja, dan moet je een keuze maken. Ga je zeg maar met de middenvelder doordrukken? En ben je dus één man middenvelder kwijt als die lange bal komt? Want die tweede bal moet je opvangen. Of die doet het dan met een spits, zeg maar. En een andere spits die op dat moment zeg maar druk zit. Die overweging maak je steeds. Ben je dan te bang voor de lange bal? Nee, je bent niet bang voor de lange bal. Alleen het gaat erom, zij willen juist dat wij druk gaan zetten met een middenvelder. Dat zij weer een lange bal kunnen geven. En dan hebben wij dus een man minder, omdat wij een middenvelder doorsturen. Ja, dus dan kun je... Maar je bent toch twee keer zo sterk dan NAC? Nee, maar je ziet toch net toch ook dat zij toch even goed een lange bal geven uiteindelijk. Ja. Ja, dus of het nou zeg maar 2 seconden later gebeurt of direct op dat moment. Maar dan wordt wel het tempo verhoogd, want als zij gedwongen worden... onder druk een lange bal te geven, is 50% kans dat ze hem kwijtraken. Maar dan kan Ajax weer aan de bal proberen weer tempo te maken. En dan krijg je wat meer tempo in een wedstrijd. Want nu hebben ze heel veel vrijheid gekregen om op te bouwen. Ja, maar en ik dacht vind je eerst, dit opbouwen? Ik zie 2 keer een lange bal van hun. Nou ja, ze hebben in ieder geval... Ja, ze hebben toch geen middenveld? Ja, daar gaat het ze om. Ze hebben de mogelijkheid. Als zij een middenvelder inspelen, steeds... Als zij bijvoorbeeld... Twente is een heel ander iets. PSV is een heel ander... Die zoeken zeg maar continu een Gutierrez of een Schaars. Nee, die zoeken ze niet. Die zoeken ze niet. Maar je kan toch die centrum... die zoeken hun niet, maar Twente zoeken maar dat wel. Maar je kan toch die centrumverdedigers onder druk zetten dat ze sneller... gedwongen worden om terug te spelen op de keeper of een lange bal te geven, want dat is... Ja, maar nu geven ze het ook. Maar het tempo is zo laag. Als jij thuis speelt, dan doe je het wel? Nee, dat hangt ook weer van... Ja? Ik heb gemerkt, zeg maar, dat... Dan ken je net zo goed, zeg maar, 2 jongens die arbeid laten leveren. In plaats van altijd zeg maar, die aanvallende middenvelder die dan altijd maar weer teruggaat. En dan krijgt hij die bal en dan kan hij weer 40 meter terug gaan spelen. Ik heb nu het gevoel dat NAC, nou ja... Die vonden het wel prettig. He, zonder het feit dat ze echt onder druk werden gezet, konden ze al tot aan iets voor de middenlijn eigenlijk oplopen. Nou, dat geef je in een thuiswedstrijd tegen Ajax. En ik heb zelf ook toevallig daar gespeeld. En als je dan tegen Ajax moet, ja. En je wordt gelijk eigenlijk bij de keel gepakt, ja, dat is toch niet fijn. Want dat doet het Ajax niet, bij de strot pakken. Wat Salzburg tegen jullie heeft gedaan, dat kunnen jullie toch tegen een heleboel clubs in Ja, dat vind ik ook. Alleen, zeg maar nogmaals, er zijn ploegen die bekommeren zich helemaal niet op de opbouw. Nou, ik vind NAC is een ploeg zeg maar, die alleen maar lange ballen geeft. Nou, dan heb ik liever dat het op dat moment zeg maar, 2 mensen zeg maar, dan die dat storen doen en dat ze even goed die lange bal, dat we dan die tweede bal opvangen en van daaruit. Zeg maar. Want als er dan een bal uitvalt, dan hebben wij een man meer als goed is op het middenveld. Ja, maar je hebt het ook bij de strot pakken, je brengt een team niet meteen in ademnood, terwijl dit soort ploegen meteen in ademnood gebracht kunnen worden. Ja, nou ja, als je ziet de eerste helft de kansen heb je. Je hebt genoeg kansen gehad. Ja, je hebt het nog niet door, maar we gaan je vanavond ontslaan als trainer van Ajax. Nou, dat lijkt me niet. We hebben net, het leuke is dat we de voorbeelden hebben gezien van NAC. Maar nou daar werd ze tegen Barcelona. Ook daar heb je voorbeelden van. Ze zijn eigenlijk helemaal nooit gewend geweest dat een ploeg zeg maar, zo een tegenstander onder druk zet. Nou, daar hebben wij speciaal voor gekozen. En heel vaak doen we dat ook in de competitie. Alleen... Nogmaals, als ze vaak zeg maar, lange ballen gaan geven, ja, dan denk ik, heb ik liever dan nog een middenvelder. Maar dan geef je ze wel de tijd
om die lange bal te geven. Want ze hadden alle vrijheid. En dat drukt als het goed is, kunnen die twee het heel snel voor elkaar krijgen. Dat ze een lange bal onder druk. Maar als ze die lange bal gegeven hebben, Frank, kijk, dan komt het tweede gedeelte van de tactiek in werking. Dan heb je de bal en dan gaat het te traag. Daar ben ik met je eens. Vind je niet? Ja. En dat is, dit, ik wil niet zeggen structureel, maar het gaat over het algemeen te traag. En ik snap dan niet de discrepantie tussen de trainer die het sneller wil en die spelers die dat tientallen weken lang niet op zijn verzoek doen. Dat net ietsje trager is dan jij wilt. Of zit ik er helemaal naast? Ik ben het eens dat het vooral de laatste weken gewoon... Is dat zo moeilijk om dat... Ja, ik vond wel dat Frank de wedstrijd heel goed opbouwde. Ja. Hij is met Paulsen dan begonnen als centrale middenvelder. Om controle te houden waarschijnlijk op de wedstrijd. Maar op het moment in de tweede helft, halverwege dat jullie veel sterker waren dan NAC... en op hun helft speelden, heb je heel slim hem weggehaald en Schöne daar neergezet. Heb je niet overwogen om meteen met Schöne bijvoorbeeld te beginnen? Omdat hij natuurlijk veel creatiever is. Of delen in ieder geval daarop, in ieder geval op die positie. Tuurlijk, maar soms heb je... Kijk, tegen Cambuur mis je een beetje een bepaalde gif. En wat hij meebrengt, is een bepaald gif. En soms heb je dat gewoon nodig. Nou, NAC uit, weet je wel. Vaak... Ja. Kun je wel eens verrast worden. En dan wil je zeg maar, zo'n type speler op dat moment. Dat heb ik ook geleerd. Dus soms moet je wel eens, hè, vooral als je in mijn eerste jaar zeg maar, Groningen uit. Weet je wel. Hier zie je ook weer de opbouw, hoe langzaam het gaat. Kijk, hij staat gewoon helemaal stil. Jij hebt hem tempo gevraagd. Hij gaat weer terug naar de keeper. Kijkt ook naar de bank. Hij staat ook weer stil. Hij weet het niet. Nu is dat niet de hele wedstrijd zo geweest hoor. Maar dit is. Na 15 minuten. Maar hier moet ik vind dit helemaal niet zo. Kijk, ik vind dit. Alleen die bal die kan gaan. Die wordt niet goed. Maar dit uiteindelijk zeg maar, komt die vrije man op het middenveld. Ja. Maar het en tempo, dat is wat ik wil. Het tempo is wel heel erg laag. Dat kan maar soms ben je in eerste instantie even aan het zoeken. Oké, hoe gaat de tegenstander zich formeren zeg maar, om druk te zetten? Nou, nu zie je dat Paulsen vrijkomt. Ja. Als hij draait, dan moet het snel gaan. Want je zag dat Serrero dan vrijkomt. En als hij hem harder speelt, dan kan hij niet direct draaien. En dan is onze vriend Van Rijn al weg. Niet de beste in balbezit. Nee, En later ook Bojan inbrengen. Ik vond het hele goede wissels. Want het werd steeds aanvallender. Jullie werden steeds sterker. En normaal gesproken, in de laatste 10, 15 minuten... weet Ajax dan wel een goal te maken. Maar dat is iets wat jij nu terecht zegt... en wat ik jou een tijd geleden heb horen zeggen. Wij spelen uiteindelijk een tegenstander kapot. Speculeren jullie daar niet iets te veel op? Dat het uiteindelijk toch wel zal lukken? Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel, denk ik, normaal gesproken... kan het een wapen van ons zijn dat je na 60 minuten... dat een tegenstander zoveel achter de bal heeft gelopen. Maar moet het dan niet sneller gaan waardoor die tegenstander... Ja, maar daarom ben ik het ook mee eens dat we sneller moeten spelen. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want het kapot spelen... Ik denk dat als Ajax bij een gelijke stand een half uur voor tijd staat... dan... Ga jij impulsen aan je team geven om voor die drie punten te gaan. Want een gelijkspel voor Ajax is in principe nooit genoeg. Nou, dan krijg je automatisch, dat zijn aanvallende impulsen, krijg je automatisch meer druk op de tegenstander. Nou, die gaat daar vaak aan onderdoor, wat resulteert in doelpunten. Dus ik vind niet dat het altijd gepaard gaat met het kapot spelen van. Ik hoor Peter Bos ook vaak zeggen bij Vitesse... ja, we spelen ze kapot en we scoren op het einde. Ja, maar als je uiteindelijk zeg maar, die wissels gaat doen... en je gaat dan ietsje meer druk... is het wel vaak de vermoeidheid van de tegenstander... dat ze meer fouten gaan maken. Jawel, maar ook het risico wat je in je eigen ploeg stopt, hè? Nee, zeker. Maar wat meer wat meer aanvallen. Vandaag heb je ook... als je 5 minuten voor tijd bijvoorbeeld een 0-1 zou maken... ja, dan kan je ook zeggen, ja, we hebben ze kapot gespeeld... Ik heb een wedstrijd gezien, dat was niet het geval. Maar je geeft wel aanvallende impulsen door Pauls eraf te halen. Schöne op de positie, Bojan erin te brengen. Maar ik zeg ook niet dat we NAC nu zeg maar, kapot hebben gespeeld. Ik moet ook NAC een compliment geven dat ze tactisch zeer gecontroleerd gespeeld hebben. Het is ook de verdienste van NAC geweest. Zij hebben ook nog enkele kansen kunnen creëren. Het is niet alleen maar tegengehouden geweest. Maar het feit dat jij aanvallende wissels brengt... dwingt vaak een coach, als hij defensief denkt... om dat te beantwoorden met defensieve wissels.
Ja, dat zag je dan vandaag ook. Verbeek, die linksbuiten van NAC, ja, vond ik hartstikke goed. Ja. En kwam Sarpong erin. En ja, die stond daar meer om af te schermen. Om af te de rechtsback van Ajax ja, af te stoppen dan zelf gevaarlijk te worden. Vaak is ook dus ze werden steeds meer teruggedrongen daardoor. En ja, als je als coach juist offensief durft te reageren, ook al ben je coach van NAC, dan wil ik wel eens zien hoe Ajax daar weer nog op het laatste. Ja, die was gevaarlijk. Zit er ook iets in? Kijk, Frank de Boer en Ajax. Die willen hoger dan de Nederlandse competitie. Hè? Je wilt internationaal mee. Dat je er niet beter aan zou doen, de Nederlandse competitie in alle gedetailleerde tactieken volledig aan je laagste lappen. Dus niet denken van NAC, die doet dit en wij mogen niet met een middenvelder doordringen. Om het pressievermogen mentaal op je ploeg groter te maken. Dus het jezelf moeilijker maken in deze competitie door bij wijze van spreken foute tactische dingen toe te passen. Nou, je moet het niveau hoger gaan leggen. Maar ik ben wel met je eens. Zeg maar, serieus. Nee, maar ik ben wel met je. Soms is zeg maar een hele simpele tactiek zeg maar, door alleen maar volle druk te geven. Want dan moet iedereen meedoen. Ja, en dan krijg je wel een bepaald iets mee. En, soms maak je keuzes als coach zijn. Om denk je dat je in het Ajax van 95... Hè? Ik denk niet dat jullie zoveel aanpassingen hebben gedaan aan tegenstanders, of wel? Dit vind ik geen aanpassing. Aanpassing is of je zo druk zet met een buitenspeler. Maar je zegt wel dat je kiest voor Paulsen op dat moment. Ja, maar ik omdat je verwacht van nou, nee, kan maar ik een lastige... Niet alleen Paulsen, je overweegt gewoon, je maakt afwegingen. Oké, de linksback, Jairo Riedewald gaat daar spelen of niet. Die is lang niet zo aanvallend ingesteld als Daley op dit moment. En ook gewoon qua ervaring wat die positie inhoudt. Weeg je af, wat is dan het beste? Oké, zij spelen dan met een 10, oké. Vaak lange ballen. Nou, dan weet je, Paulsen is daar goed in, die lange ballen. Klets erin. Nou, zo ga je zo'n wedstrijd Maar nog heel even terugkomend op zijn vraag in 95. Hoe pasten jullie je aan of pasten jullie je eigenlijk nooit aan? Alleen 2 of 3 spitsen, denk ik. Met 3 achterin. Ja, 3 achterin alleen. Ja. Of 4 achterin. En dat was het eigenlijk. Maar daar speelde je bijna altijd zeg maar, met dezelfde spelers natuurlijk. Maar je zal je... En nu gedwongen door blessures moet je dus af en toe moet je wik en wegen. Maar hoe goed je team ook is, je zal je altijd, als je de bal niet hebt, aan moeten passen aan een tegenstander. Ja. Want een tegenstander plotseling met 4 of 5 spitsen gaat spelen en jij bent gestart met 3 tegen 2 spitsen, dan zal je daar toch op moeten reageren. Duidelijk. Dus bij balverlies zal je altijd aan moeten passen. Alleen de omschakeling als je in balbezit komt. En daar was dat elftal van Louis in 95 heel erg goed in. Die speelde eigenlijk internationaal altijd op dezelfde manier. Ja. Ben je ontzettend geschrokken van de wedstrijd tegen Salzburg? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik... Ik wist gewoon dat Salzburg een verschrikkelijke lastige tegenstander. En dan wil je in eerste instantie wil je in de arena wil je er toch voetballend uit proberen te komen. Nou, dat is geen seconde gelukt uiteindelijk. Gewoon door de volle druk die zij gaven. Dat wist ik dus. Dat wisten we al dat het zou gaan gebeuren. Maar je wist niet dat het zo confronterend zou zijn? Nee, dat we uiteindelijk daar niet onderuit konden komen. Ja, dat is zeer teleurstellend natuurlijk. Maar maak je met je team genoeg progressie? Voor jezelf, dat je denkt van nou, ik zet echt stappen. Zie je die? Nou, ik vond juist dat we dat wel hebben gedaan. Eigenlijk tot en met de wedstrijd, misschien wel tot Salzburg dan. Want als je gewoon kijkt in welke pool we hebben gezeten. Ik vind dat we 2 keer veel beter waren als Celtic. Ik vind dat we beter waren als Milan. We hebben één helft waren de betere van Barcelona. Nou, dat is toch niet de minste club in de wereld. Dus... We stonden bovenaan, dus zo slecht was dat niet. Met weer een hele jonge ploeg en nu veel nieuwe spelers. Dus ik vind wel dat we daar progressie hebben. Alleen nu vind ik, dan had je nu gehoopt om door te stoten. Nou, dat hebben we verzuimd hier. Supporters mokken. Begrijp je dat? Jullie gaan richting eventueel een 4e titel. Maar de supporters zijn niet echt blij. Misschien niet echt van dit. En je hoort ook een heleboel supporters zeggen... er is niet één speler bij waarvoor ik eigenlijk een seizoenkaart zou willen kopen. Vind jij dat ook, dat er de brieën ontbreekt?
Nou, nogmaals, op dit moment vind ik dat de Brie ontbreekt. Ja, daar moet je weer naartoe, zeg maar, als je dan die wedstrijd van Barcelona. Ja, het is gewoon hetzelfde team bijna, hoor. Dus, en dan zie je wel, zeg maar... Ja, maar dat is misschien één keer, weet je wel, dat je denkt... Hey, Barcelona, nu staan we ervoor. Het zou altijd moeten. Ja, het zou altijd moeten, ja. Maar zit je vooral met de creatieve aanvallende spelers in jouw selectie... niet aan hun max, dat ze niet beter kunnen worden? Dat ze eigenlijk niet goed genoeg zijn? Als je bijvoorbeeld die drie aanvallers van Red Bull Salzburg neemt, jonge jongens, denk ik, ik heb ze vaker gezien, dat die waarschijnlijk meer inhoud hebben en meer creativiteit en snelheid dan die drie jongens die bij Ajax voorin staan. Ja, ik vind het ook een hele goede speler, die Kampel en die Mané, dat zijn verschrikkelijk goede spelers. Ja, maar daar is Red Bull aangekomen op de internationale transfermarkt. Dat zou Ajax ook kunnen, want... Ajax heeft natuurlijk ook een hele goede vooraanstaande scouting. En dat is dan schrijnend om te zien. Hè? En is Salzburg denk ik veel fitter, maar is veel fitter dan veel teams in Europa. Jij had het over die dokter Panselt. Ik reed twee weken geleden. Ik reed naar huis. Ik werd gebeld door een vriend. Het is dan niet je huisarts, Jan? Nee. Niet meer. Wij hadden het dokter Toot. Dokter Toot. Maar ik reed terug naar huis, belde een vriend op. Weet je dat die man... Ik had er vager iets van gehoord, maar ik had even de parate kennis niet in het programma. Die man de hele DDR-dopingpraktijken op poten heeft gezet. Heb jij daar iets van gemerkt toen? Nou, bij Salzburg? Frank de Boer wel, namelijk twee keer. Wist ik het niet. Ik was net zo... ik wist het ook niet. Ja. Ik heb het pas later gehoord. Maar daar was dan binnen... Nee, maar even met de kennis van nu. Wat heb je daar toen meegemaakt? Nou ja, ik heb niet met hem samengewerkt. En dat is ook mijn ondergang bij Red Bull geworden. Kijk, als je als Nederlandse trainer na Trapattoni daar gevraagd wordt... Trapattoni speelt alleen maar verdedigend... en ze willen juist aanvallend voetbal spelen... dan moet je eerst die spelers leren van A naar B te spelen... en als team te fungeren en ook vroeg druk zetten. En ik heb het even over fysieke toestand. Dus die fieke, daar heb ik... ik heb mijn spelers nooit naar dat lab gestuurd. Hij wilde elke dag... Ging achter je rug om? Ook niet. Nee, ook niet. Ik wil terug naar Ajax, met alle respect. Even de discussie. Goede scouting wordt gezegd. Dat is een goed scoutingsapparaat. Ben jij tevreden over datgene wat jij op je bordje krijgt? Bemoei jij ermee, nadrukkelijk, met de spelers die bij de selectie komen? Ja, kijk, je ziet wat er in de jeugd voor talent zit. Je kijkt waar hiaten kunnen zijn in de selectie voor de komende jaren. Nou, daar moet je in versterken. Of je bent niet tevreden op dit moment met de sterkte op een rechter of linkerkant. Ja, dan heb ik daar zeker een stem in. Maar heb jij in de tijd niet gemopperd over het feit dat Narsing niet kwam, bijvoorbeeld? Ja, maar anderzijds heb ik ook gezegd... we zijn nu een bepaalde weg ingeslagen. En dan hebben we gezegd... dan moet het zeg maar ongeveer zoveel kosten. Vinden wij hem zoveel waard? Nou, hetzelfde met bijvoorbeeld met Maher. We hebben gezegd, wij vinden hem zoveel waard. Ging dat om waarde of ging dat om invulling van hoe jij hem zou spelen? Nee, dat ging gewoon... Je had hem gewoon wel willen hebben als speler. Graag dus, begrijp ik. Ja, en Narsing helemaal toen in die periode dat we... echt zoekende waren naar een rechtsbuiten. Nou, iets heel geks. Jij bent een fantastische verdediger geweest. Jaap Stam is ook een fantastische verdediger. Mike van der Hoorn is gekomen. Die is volledig door het ijs gezakt. Komt die nog of is dat gewoon een miskoop? Nee, ik vind het geen miskoop. In ieder geval nu nog niet. Ik vind dat hij evengoed nog stappen heeft gemaakt. Mike heeft gewoon een fantastisch jaar gehad bij Utrecht. Iedereen die voorspelde hem al in het Nederlands elftal. Nou, je hebt je scout, je hebt zelf gekeken. Nou, hij heeft gewoon een hele goede indruk. Ik heb nog met Jan Wouters daarover gesproken. Kan hij het aan? Ja, ik denk dat er heel veel... Hij is nog maar 21. Vergeet dat niet. Nee. Hè? Kijk, ik heb hem... niet gehaald voor de baas. Iedereen denkt dat ik hem voor de basis gehaald heb. Het is de enige grote uitgave. Dan is het niet zo gek als die voor de basis komt. Ja, maar kijk, dat weten de meesten. Je gaat ook in 4 miljoen betalen voor een wisselspeler, toch? Nee, maar als jij ziet... moet jij dus op Joël Veldman moet je gaan gokken voor 40 wedstrijden... die nog nooit zeg maar, twee wedstrijden volledig in de Eredivisie heeft gespeeld. Maar ik weet wel de kwaliteit van Joël Veldman.
Ja, maar druk niet mijn hand voor in het stuur. Hij kan zomaar geblesseerd raken. Dan wil ik op dat moment een goede vervanger hebben als rechtercentrale verdediger. Nou, dus dan ga je kijken, hebben we die in de jeugd? Vinden we dat op dat moment dat er iemand klaar voor is? Nee. Dus ga je kiezen, oké, nou, zoek het maar uit met z'n tweeën wie de eerste man wordt. Maar vond je in het begin, was Joël Veldman geblesseerd in het begin van dit seizoen? Want hij is er later ingekomen in de basis. Want Joël, die bestakte in de basis. Ik weet dat je enorm gecharmeerd bent van hem. Want je hebt hem zelf geloof ik ook in de A1 gehad, als rechtsback geloof ik. Hè? Ja, ja, en daarna als recht, toen samen met Ricardo Verijn, die stond centraal. Toen heb ik ze eigenlijk omgewisseld. En natuurlijk hebben ze dan nog geen ervaring. Maar Van der Hoorn had natuurlijk ook nog niet zoveel ervaring bij Utrecht opgedaan. En ook bij Jong Oranje was hij lang niet altijd zeker van zijn plek. En hij schijnt hij vooral op trainingen niet zo'n beste indruk gemaakt te hebben. Zeker ja, de laatste keer, toen hij op dat moment, volgens mij een van de laatste, dat hij een ketser maakte, volgens mij in een kwalificatiewedstrijd voor Jong Oranje, volgens mij. Maar hij heeft gewoon een heel goed jaar gehad. En, hij heeft eigenlijk alles... Maar je gelooft nog steeds in hem? Hij wordt een basisspeler bij Ajax in de nabije toekomst? Nou, een basisspeler, zo lang Joël Veldman het goed doet. Wordt hij geen basisspeler? Dan wordt het lastig. Hij moet gewoon laten zien dat hij beter is. Maar had je dan niet toch iets meer aan Narsing moeten geven en die 4 miljoen in je tas moeten houden van der Hoorn? Dat was daarna volgens mij. Nou ja, goed, maar toch een beetje rekenen met geld. Ja, maar soms als op dat moment Narsing niet kan komen en je hebt op dat moment geld uitgegeven voor iemand anders, of je bent tevreden op dat moment met de speler uiteindelijk die je rechtsbuiten gaat spelen of zo. En dan ga je op andere paden. Het is wel natuurlijk frappant dat hij. Hij gaat voor de vierde keer wordt hij kampioen. Ja. En hij beschikt eigenlijk over een minder elftal dan afgelopen jaar. Twee sterkhouders, Eriksen en Alderweireld, ben je kwijtgeraakt. Daarvoor in de plaats, zeg ik even, heb je Van der Hoorn gehad die niet of nauwelijks heeft gespeeld. Bojan die. Ja, ik weet dat jij een fan van bent, maar. Ja, ik heb het nog niet één keer gezien in onze competitie die niet bekend staat als de beste competitie. Had je meer van hem verwacht, Frank? Ja, dat heb ik al gezegd. Volgens mij heeft hij dat gisteren ook gezegd. Ja. Maar ja, dat geeft alleen maar aan dat Frank natuurlijk een geweldige prestatie heeft. Natuurlijk, maar dat is ook als ik zo naar die spelers kijk, ja, dan ben ik ongelooflijk verbaasd dat je er voortdurend zoveel uit weet te halen. Zegt ook want dat... zo'n geweldig... zijn in mijn ogen die spelers niet die jij hebt. Dus ik denk dat jij in staat bent geweest om voortdurend die jongens te motiveren. We worden weer kampioen. En daar weer een goed team van te maken. Want nou ja, dat is telkens, elk jaar moet je de twee beste ja, maar ik denk wel dat we echt goede spelers en wordt er wel verwacht dat je nog beter wordt. En dat ik denk wel dat we goede spelers zien. Ja, maar ik heb niet gezegd dat je slechte spelers hebt. Ik heb gezegd dat je een minder elftal, een mindere selectie hebt als vorig jaar. Nou, in ieder geval, ik denk ook door de blessures, zeg maar, als een... Siem de Jong veel eruit. Siem de Jong veel eruit is. Fischer, nou, Fischer dan, die heeft wel heel veel gespeeld. Maar Boylissen vind ik een hele grote speler. Ja. Nou, samen met Siem, ja, dat zijn toch, kunnen toch je sterkhouders zijn. Ja. Maar goed, Fischer ontbreekt nu. Is wel een jongen die iets extra's zou moeten kunnen brengen, wat hij dit seizoen overigens nog niet heeft laten zien. Nee, maar... je ziet gewoon in alles dat hij gewoon een hele goede speler is. Dus ondanks dat hij niet goed speelde, was hij wel altijd de meest dreigende speler meestal. Maar wat doet hij verkeerd, Frank? Fischer interesseert mij. Ik vind inderdaad ik vind dat hij zeg maar, in de eindfase is hij nog te wild. Ja. Te snel. Als je de actie moet maken, ja, dan moet je een bepaalde rust in je hebben om de juiste beslissing te nemen. Nou, daar gaat het vaak met jeugdige spelers gaat het vaak mis. Stel nou dat één van ons hier 10 jaar jonger zou zijn geweest. Zou je Van Hooijdonk dan in je spits hebben willen hebben? Want je hebt niet, met alle respect voor Sigthorsson, of Siem de Jong wie er dan ook staat, maar je mist echt die goalgetter. Mis je overigens al een paar seizoenen. Ja, maar ik vind het is, dat hangt er vanaf zeg maar, hoe je hem uiteindelijk gebruikt, denk ik, de spits. En, kijk, ik denk Siem heeft bewezen dat hij daar kan spelen. En natuurlijk zou ik het direct voor tekenen als iemand er direct 25 zou inschieten. Maar ja, bij ons vroeger was er ook... ja, dit is het lijstje. De laatste jaren onder jou, Alain-Louis, 13 goals, Siem de Jong... 13, Siem de Jong 12 en nu Sigthorsson op 9. En dan kijken we maar even heel stiekem naar beneden. Ja, er was er nog eentje die er
en 35 intikt en de vlakte voor Huntelaar met 33 volgens mij. En geen kampioen. Nee, dat geen kampioen. Nee, daar gaat het een beetje. Het begint wel voor de spits een kerkhof te worden. Nee, maar in onze tijd was het bijna altijd nummer 10 hè, die topscorer werd, niet de spits. Hè. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar nummer 9 die nam wel. Hij nam wel. Kwam wel ietsje meer. Ging er ook een 20 in. Ja. Ja, dat toch wel. Tot slot eventjes over jou. 4 keer kampioen worden, geweldig. Wat is de uitdaging nog voor jou bij Ajax? Nou, om 4 keer kampioen te worden. En daarna? En daarna de 5e keer, als het goed is. Maar wat wil je het liefste? Wil je de Giroud, wil je de Arsène Wenger van Ik ben Ajax heel worden? Tevreden samen met mijn familie nog steeds bij Ajax. En iedereen, tenminste wat ik proef bij Ajax ook nog. Dus ja, ik heb geen reden om op dit moment... En er speelt ook helemaal niks, dus ik hoef er ook niet over na te denken. Stel dat er wat gaat spelen. Stel. Is het dan zo dat jij zegt, wie er ook komt, de deur is dicht, ik blijf bij Ajax? Of voor sommigen gaat toch wel de deur open? Hey, maar als er iets komt, dan ga je daarover nadenken. Maar nogmaals, dat is op dit moment niet het geval. En ja, ik zie op dit moment helemaal geen reden om weg te gaan. Maar heb je voor jezelf wel zoiets van... Ja, ik ga straks voor de 4e keer kampioen worden. Prima, een vijfde jaar. Maar ik wil nu wel gewoon niet weer helemaal... Ja. Opnieuw beginnen. Nee, oké, okay, maar dat wil ik wel. Maar daarom, kijk, ik wil die stap kunnen het maken. Zou best kunnen zijn dat wij best wel dit jaar, of voor het volgend jaar, helemaal niet zoveel jongens weg zullen gaan. Ja, ik denk dat het hartstikke... Nee, als je daar dan wat daar is natuurlijk een leuke uitdaging. Als je dan zeg maar, de juiste aankopen kan doen en de juiste mix van de jeugd zeg maar, die eraan komt. En het vaste kern die er op dit moment zit. Ja, dan kun je hopelijk weer stappen maken zoals ik had verwacht. Als Eriksen nou had gebleven bijvoorbeeld. Ja, dan had je net weer een extra stap kunnen maken. Is Sivkovic zeker? Is dat nu rond? Zo goed als. Ja. Ook een jonge jongen natuurlijk. Ja, maar wij denken dat hij een grote kan worden. Anders willen we hem niet hebben natuurlijk. Anders hadden we hem niet aangetrokken, denk ik. Alleen, die jongen is 17 en er valt nog heel veel aan te kneden. Maar het kan zomaar zijn, als hij bij Groningen had gebleven, dat hij over 3-4 jaar het vijfvoudige zou hebben gekocht. En dan zeg je, waarom haal je hem op dat moment? En nu kunnen we hem nog kneden ook. Betekent dat ook dat in de A1 of daaronder er geen spits zich aandient van diezelfde kwaliteiten? Die zal 16 of 15 zijn, ook 17. Want nu kopen jullie weer een spits. Terwijl Patrick Kluivert eigenlijk de laatste is die uit de opleiding van Ajax voortkomt. Echte Amsterdamse jongen. Nou, de enige zeg maar, die denk ik in de buurt kan komen en die ook kwaliteit heeft, is Quincy Menig. Hoe heet hij? Quincy Menig. Die speelt in de Ajax. Ja, ja. Waar komt hij ook weer vandaan? Komt dat van Ajax. Ja, nee, maar is het een Nederlandse? Nederlandse. Ja. Maar die is net zo oud dan? Die is ouder. Die is 18. Hij is eerste jaar of tweede jaar aan de rekening. Nou, rond 18. 18. Goed, we gaan kijken naar de andere wedstrijden. Daar komen ze. Misschien wel het opvallendste binnenlandse nieuws van deze week. De legendarische band The Rolling Stones komt naar Pinkpop. De Stones en voetbal. We zien Mick Jagger wel eens op de tribune tijdens een WK. Hey, kennen we die niet? Ja, inderdaad, die kennen we van de Rolling Stones. En de Stones traden in het verleden op in de Arena en in de Kuip. De Stones. Wellicht dat bij deze generatie trainers de harten sneller gaan kloppen. De voetballers zijn vermoedelijk met andere dingen bezig. En dan vooral de keepers. Veldhuizen neemt niet lekker aan en geeft Locadia de kans. Wat een blunder van Piet Veldhuizen. Ai, ai, ai. Hij heeft zo nu en dan van die momenten. Soms bij de held en soms bij de slummel. Vandaag ben ik de slummel. Een waarheid als een koe. En dat geldt ook voor de keeper van Cambuur. Nienhuis. Een gruwelijke fout van de doelman van Cambuur. Meestal slaap ik na een paar biertjes wel heel goed. Heb je wel even nodig, een paar biertjes? Ja, die heb ik zeker nodig. En misschien ook wel wat anders. Een stuk vrolijker zal Heracles-speler Linssen vanochtend opgestaan zijn. Door zijn goals wint de ploeg van Roda. Linssen met zijn tweede, ja! Daar is dan toch het doelpunt van Heracles. Ik heb met een sponsor een afspraak bij 10 doelpunten krijg ik voor een paar dagen zijn Porsche Cayenne.
En bij 15 doelpunten krijg ik een paar dagen zijn Ferrari. En de beker telt mee, dus ik sta nu op 13 doelpunten en ik moet er nog twee. Ook Tadić verdient een ritje in een Ferrari. Hij zorgt ervoor dat Twente met 2-1 wint van AZ door een goal in blessuretijd. Tadić, hij doet het! En zo gaat het voor Twente op de valreep, net als in Alkmaar. Dus toch goed. De strijd om de tweede plaats blijft spannend. Het gaat tussen Twente, Vitesse, PSV en Feyenoord, dat met 2-0 wint van Heerenveen. Ruud Vormer. Bal voorbij de muur en in het doel. Dat is een mooie vrije trap. Maar het was vooral het weekend van de arbitrage. Veel discussie, veel irritatie. Bij ADO Groningen een overtreding buiten het strafschopgebied. Wiedemeijer geeft rood en een penalty. Wij voelen ons hier ongelooflijk bestolen. Maar ook discussie bij Vitesse PSV. Is dit nou een penalty of niet? Ja, hij wordt wel gegeven. En bij Heerenveen Feyenoord een penalty en een rode kaart voor deze overtreding. Waarom laat een scheidsrechter het niet gewoon bij die 11 meter trap? Dat is toch meer dan genoeg? Het is een belachelijke actie. Gele kaart en een penalty in de max. Het is echt fucking boos. Maar zoals de Stones zouden zeggen... Marco die tegen wie in de camera en tot het volk. Bedoelde hij mij, Jack? Ons allemaal. Ik denk het wel, hoor. Maar er was wel ongelooflijk veel te doen over scheidsrechters dit weekend. Ja. Zullen we een paar dingen even uitpikken? De penalty wel of niet bij Vitesse PSV? Ik ben benieuwd wat de heren geleerden daarover te zeggen hebben. Er is vorige week nog nagekeken. Er is zoveel commentaar op uit de hele voetbalwereld, uit heel Europa. En dan is het de IFAB. Ik vind het geweldig wat Vink te zeggen heeft, maar we willen laten zien wat ze fout doen, niet wat ze te zeggen hebben. Laten we even gaan kijken naar de penalty. Heren, penalty ja of nee? Nee, geen strafschop. Frank? Nou, hij raakt hem wel, maar volgens mij zei Janari het ook al. Daar hoef je echt niet voor te vallen. En volgens mij had hij het gevoel dat zeg maar, Van der Struik eigenlijk die bal alweer had. En daarom, ja, als hij dan het voelt, dan ga je vallen. Dus ja, hij kan wel vallen. En dan is het aan de scheidsrechter of hij beslist of het een penalty is of niet. Nee, geen penalty. Nee. Je ziet de hand ook niet. Weet je, hij houdt zijn hand gewoon lekker over het gras heen. Natuurlijk gaat hij er veel te blind in. Hij neemt een enorm risico. Maar daarentegen zie je nog wel eens een speler die dan even zijn hand even deze maakt en dat je laat struikelen, maar dat is helemaal niet aan de orde. Even luisteren naar de scheidsrechter Blom. Was het jouw keuze, jouw beslissing? Nee, het was niet mijn keuze. Het was niet mijn, in die zin niet mijn beslissing. Uiteindelijk ben ik degene die verantwoordelijk is voor de beslissing. Maar mijn field official die had het beste zicht. Mijn gezichtsveld werd in die zin werd belemmerd door Van der Struik. Dus ik heb het contact niet gezien. En heel eerlijk, ik begrijp ook best de opinie dat men zegt... Hallo, scheidsrechter staat op 10 meter, field official op 40 meter. Maar ja, nogmaals, wij arbitreren met z'n vieren. En dit is all in the game. All in the game. Ja, ik vind het belachelijk, want juist omdat die video official precies in die hoek staat, kan je dus nooit zien of hij hem aanraakt. Hij staat ervoor, dat been van Willems. En hier laten we zien, Blom zegt dat Struik ervoor staat, maar dat is totale onzin. Want hij heeft gewoon een volledig vrij zicht op datgene wat er bij Van der Heijden gebeurt. Maar die vierde man die kan ook niet constateren of Blom het wel of niet kan zien. Nee. Dat Blom geeft corner en wordt dan gecorrigeerd. Ja. En maar van die afstand ken je ook niet. Je ziet dat het hem heel licht raakt. Dus je kan al nooit zeggen dat je hem ziet dat hij hem vol raakt. Wat je hier ook nog krijgt, Frank, als je met televisiebeelden... krijgen we nog onenigheid. Voor dit moment? Ja. Vind jij het een penalty? Nee, ik vind het ook geen penalty. Nee, nou, maar zijn met z'n vieren. Ja, dan stem me. Maar ik heb heel licht dat hij toch dacht, misschien val je erover, die speler, of niet? Nee, maar het blijft discutabel dat een vierde man van 50 meter dit influistert bij de scheidsrechter. Laten we even kijken naar een ander moment. ADO Den Haag Groningen, ook zo'n moment waar de scheidsrechter uiteindelijk ook niks heeft gezien. Het is een teamsport, hè. Je staat er met een team.
Wij tenminste ook. En mijn tweede assistent die roept dan tegen mij binnen, binnen, binnen. Die loopt dan door, dus die doet zijn werk op dat moment zoals hij het ziet. Ik kan dan niet anders natuurlijk dan op die jongen afgaan. Ik bedoel, hij staat beter dan ik in dit geval. Ik sta er te ver vanaf, ik kom daar niet meer bij. Het is een dieptepaas, daar kom je gewoon niet bij. Hij beslist zo en ik neem dat over en dan maken we er een strafschop van. Nu zien we de beelden en ja, dan is het gewoon geen strafschop. Dat zijn dus twee scheidsrechters die het zelf niet hebben geconstateerd. Eerst de vierde man en dan de assistent grensrechter. Scheidsrechter. Dan krijgen we nog een heel merkwaardig moment, let goed op. In de wedstrijd van Go Ahead Eagles. Antonia krijgt wel of geen been tegen zich aan. Er wordt in ieder geval een penalty gegeven, maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Gozo Bujuk loopt volgens Antonia naar Antonia toe en zegt dan, en let direct op Gozo Bujuk, blijf maar even liggen, want anders dan denkt het publiek dat er misschien... doe maar even... Dus onbegrijpelijk dat Antonio dat zegt. Antonio dat zegt, ga er maar even vanaf, want dan halen we een beetje de druk van de ketel af. Dat heb ik helemaal nog nooit meegemaakt. Jullie? Nee, dat een scheidsrechter dat... Dat is nieuw. Ja. Nou, als het waar is, hè? Nou ja, die Antonia die zegt, de scheidsrechter zei tegen mij, ga maar even liggen. Dan blijven we het publiek even rustig. Dat is niet alleen nieuw, maar kwalijk. Buitengewoon. Was het maar wel penalty. Ja, dat is wel een stap. Ja, zeker. En ik vind dat we lopen vaak te piepen over de scheidsrechters natuurlijk. Ja. He, dat ze hulp moeten hebben, dat het spel allemaal sneller gaat. Ja, maar dan moet het wel goed volgen. Ja, nu krijgen ze hulp van de vierde man of de assistent scheidsrechter die uiteindelijk wel een keer de verantwoordelijkheid pakt. Alleen ja, totaal verkeerd. Waar is de tijd van Leo Hoorn die ooit zei, als ik fluit, vlaggen jullie? Ja, maar hij weet wie hij zit goed in de... Leon, ja, Leon ook nog wel. Dat is een tunneltje ooit voor gemaakt in de Kuip, weet je dat? Dan nog even dit moment. Ibarra met de Pai. Blom heeft niks gezien. Althans, hij zegt hij heeft het beoordeeld, maar vond het niet ernstig. En dat betekent als hij zegt dat hij het beoordeeld heeft, dat daarmee de boel is afgedaan. Maar onbeschaafde ellebogen. Ja, dat is iets voor jou, hè? Ja. Nou, liever niet, maar dat is toch een zware elleboog, zeg. Ja, dus niet dit, maar veel erger. Dus je elleboog, je arm strak houden en gebruiken als een soort De Pai heeft waarschijnlijk een scheurtje in zijn oogkast. Wordt morgen nader bekeken. Wellicht een lichte hersenschudding. Hier, dit is de Pai. Goedemorgen, zeg. Ja. Dan nog eventjes in de slot. Verder heb ik niet gekeken. Mogen we het plaatje nog één keer zien? Ja, mogen we het nog één keer zien? Een klein beetje lippenstift. Een travestiet was. Ja, nou goed. Het zijn jullie woorden. Dan nog even een slotfase. Heb je Twente de slotminuut nog even gezien? Of, Ja, toen zaten we in de bus. Naar Breda. En toen dacht je van, oh jee. Want dit gebeurt in de allerlaatste seconde van de wedstrijd tussen Twente en AZ. Binnen speelt de bal vrij knullig. Ja, zeker knullig, want hij moet gewoon de hoek in. Dit is ook, iedereen loopt gewoon lekker terug. Dan loop ik alle twee de verkeerde kant op. Het is wel een wereldgoal. Ja. En zwaar verdiend. Ja, dat wel. Ja, dik verdiend. Ja. Kijk, je kind is helemaal blij. Nou, dit zijn mooie beelden en Twente verdiende dat voor mij. Toch vaak kritiek als ze maar... Hè, dat was echt een opluchting. Het is ontzettend leuk nog. Jij zou het minder leuk vinden. Het is nog 7 punten. Toch nog steeds een behoorlijke voorsprong. De strijd op plek 2 is natuurlijk buitengewoon interessant. We gaan even kijken naar de stand nu. Twente, Vitesse nu op 7 punten, Feyenoord op 8 punten. Daarachter PSV dat geweldig bezig is met 9 punten achterstand. En dan wordt er een gat geslagen. Maar de strijd om plek 2 is in ieder geval nog heel interessant. Wordt het ook nog een strijd om plek 1, Co? Nou, Frank kan zich permitteren om 2 keer te verliezen. In 6 keer wedstrijden. Dus je hebt wel een redelijk zwaar programma, zag ik. Er zitten wel moeilijke wedstrijden bij. Vitesse en Twente. Vitesse Twente. Uit, Twente thuis. Twente thuis, Vitesse En NEC? NEC, maar ja, uit? Als we zo spelen, thuis, welke tegenkomen. Maar de concurrenten die moeten dan ook alles winnen. En dat is natuurlijk ook niet zo eenvoudig. Het zegt ook natuurlijk, hij staat 7 punten voor. Ja. En we hebben het net al gehad over het feit dat het allemaal niet zo sprankelend is dit jaar. Dat zegt ook natuurlijk een hele hoop over de rest, hè? Ja, dat klopt.
dat klopt. Dan nog eventjes over Strootman. Verleden week hebben we aan het eind van de uitzending kunnen melden dat hij een blessure had. En we wisten de ernst nog niet. Inmiddels weten we hoe ernstig het is. Hoe groot is die aderlating voor het Nederlands elftal? Ja, ik denk heel groot. Kijk, je hebt het gevoel gewoon dat hij op dit moment zeg maar een van de, misschien wel de leider is van het Nederlands elftal. Ook gewoon qua spel, maar ook qua uitstraling, fysiek en allemaal. Ja, wie ga je daar nu neerzetten op dat moment? Ook de kwaliteit die hij meebracht. Dus het is wel een heel slecht moment, ook voor hem natuurlijk, maar ook voor het Nederlands elftal. Zou jij nu graag in de schoenen staan van Vergaal? Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar ik denk dat Robben en Van Persie helemaal niet te vervangen zijn. Dat zijn de twee beslissers. Natuurlijk is Strootman wel een allround speler. Hij kan eigenlijk alles. In de omschakeling is hij goed, hij is verdedigend goed. Hij verliest nooit een bal. Hij sluit bij, hij maakt af en toe een doelpunt. Een echte vervanger die net zo goed is als hij op die positie in dezelfde tactiek is er niet. Maar we hebben heel veel goede middenvelders. Je zou ook het middenveld anders kunnen gaan componeren. Nou, je hebt er ongetwijfeld over nagedacht. Ja, maar ik geef geen nieuw middenveld van Nederland zelf. Nee, maar, waarom niet? Maar goed, wie zou jij er neerzetten? Wat maakt het uit? Je moet eerst uitgaan van het idee hoe Louis dat middenveld neer heeft gezet. Nou, maar hoe zou jij het neerzetten? Dan kiest hij voor een nummer 10, een creatieve. Dat is Sneijder of Van der Vaart. Nou, Strootman was degene die bijkwam aan de linkerkant. En je hebt een controleur. Dat is Klaasie of de Dion of weet ik veel wat. Maar goed, je kan aan de rechterkant kan je een soortgelijke speler neerzetten als Strootman. Ja, dus je hoeft niet per se naar linksvoetigen te kijken. Je kan ook naar rechtsvoetigen kijken. Als bijvoorbeeld Klaassen 2 jaar verder zou zijn en zijn ontwikkeling zou verder zijn dan nu, zou hij dat aan de rechterkant ook in kunnen vullen. Maar of hij dat is hij over 3-4 maanden al kan, dat betwijfel ik. Ik weet het niet. Kijk, het is natuurlijk vanuit het niets, is hier, of tenminste niet vanuit het niets, want we wisten natuurlijk dat het een heel groot talent was. Alleen dan gaat hij wel naar de 50 wedstrijden toe nadat hij een jaar eigenlijk geblesseerd is. Ja. Kan hij dat volhouden? Kijk, qua kwaliteit denk ik dat hij uiteindelijk het wel aan zou kunnen. Ja, maar uiteindelijk. Uiteindelijk. Maar hetzelfde geldt voor Klaasje. Ja, kunnen ze het aan. Neem jij altijd Nigel de Jong en Sneijder mee? Nigel de Jong en Sneijder. Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat je een bepaalde ervaring hebt. Als je het nodig hebt in ieder geval. Dat heb ik ook gewoon gezien nu in de afgelopen 3 jaar als je trainer, dan is het soms wel eens lekker dat je op terug kan vallen op dat soort jongens die niet blikken of blozen, denk ik, voor bepaalde wedstrijden. Is jullie beste aankoop in de afgelopen jaren Schöne geweest? Want die heeft niks gekost en heeft heel veel rendement. Ja, kijk, soms moet je wel eens ook een beetje geluk hebben. Maar hij is natuurlijk met zijn leeftijd, weet hij gewoon wat zijn kwaliteiten zijn. En het is niet voor niks dat juist zeg maar, na je 26e dat je dan eigenlijk alleen maar beter wordt door je ervaring. En, ja, hij zal nooit echt een 5 meer halen, hij zal altijd wel een 6 halen en meestal ietsje hoger. Ja. Ja, dat heb je soms in wedstrijden nodig. Als je allemaal van de jonge spelers hebt die de ene keer een 9 halen en de andere keer een 4, dan is het verschil te groot. En je moet gewoon kunnen bouwen op sommige spelers. En daar is hij er één van. Betrouwbaar toch? Ja, ja, betrouwbaarheid. En dat woord heb ik dit jaar heel veel gebruikt. En, ja, ik denk hetzelfde bij PSV, dat er nu zeg maar, een bepaalde betrouwbaarheid is. En dat zie je terug nu in het spel. En daarvoor staan ze denk ik nu weer zo op die plek. We moeten er een eind aan breien, want we zijn door de tijd heen. We gaan terug in de tijd. We zitten in het WK 2006. Nederland heeft gewonnen van Servië. De tweede wedstrijd is de wedstrijd tegen Ivoorkust. Een lastige wedstrijd, een fysiek sterke ploeg. Maar Nederland doet het prima. En let op een nog uiteraard jongere Van Persie die hem er geweldig in hijst. Tot volgende week. Van Nistelrooy. Van Persie. Heitinga's meerechts. Van Persie maakt daarvan gebruik. En wordt keihard op kruid gehaald. Door zijn ploeggenoot van Arsenal, Kolo Touré. Sneijder staat ervoor. Bal met rechts en Van Persie. Het wordt Van Persie. En het is 1-0.
Zeeboer. Van Bommel, Robben. Nu geven. Geen buitenspel. Van Nistelrooy en 2-0. Bakari Koné. Bakari Koné is weg. En hij scoort. Kleinste man op het veld. Die voorkust heeft een zin. Onmiddellijk volgt het eindsignaal van Oscar Ruiz. Nederland wint met 2-1. Burger King, official partner Eredivisie.